Leuk dat je kijkt naar de Kinderen van Kinderen Karaoke Show. Welkom in de allermooiste karaoke studio van heel Nederland. We beginnen supergoed vandaag, want we hebben een hele grote sportliefhebber in de building. Lieve mensen, laat je horen voor Mr. Sepsport, Ron Boshart! Hoi! Hallo, 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 hallo. Goed om je te zien, man. Ja, jij bent nieuw. Ik ben nieuw, ja, jij bent wat ouder. Nou, zoveel ouder. Nee, wie lacht daar? Eruit. Mag ik even vragen? Want ik ben fan van Kinderen voor Kinderen. Ja. Maar is Kinderen voor Kinderen ook fan van Ron Boshart? Ja. Weet je wat ik ook altijd me afvraag? Want dan hoor je de plaatjes en de singeltjes. Maar kunnen ze ook live zingen? Maar dat kunnen ze, hè, live. Nou, laat maar horen, want we hebben inderdaad al een nummer voor jou eigenlijk. Oh ja, is het al? Gaan jullie het nummer zingen dat jullie hebben uitgekozen voor Ron? Ja, ja, ja. In 3, 2, 1, go! Laat je hoofd maar zien. Maar ook dansen bij jongens. Wil je dansen zien, Ron? Kom op, kom op, kom op. Ja, we doen het ook hier. Laat je hoofd maar zien. Goed live, hè? Is live. Zijn of zo, we doen het samen in die go. Goed. Laat je hoofd maar zien. Hoef niet het hele liedje op te nemen. Want je moet hem goed luisteren. Eén keer met z'n allen, want we doen het met z'n allen in de fit. Top 10! Applaus voor jezelf. Goed hoor. Toch? Heel erg goed. Nee, maar Ron, ik ben super blij dat je er bent. Ja, ik ook. Ik vind het heel leuk. Ja, toch? Want je bent wel een soort van jeugdlegende voor mij, man. Is dat zo, ja? Ja, 100%. Ik was echt klein en toen keek ik naar jou op de televisie. Echt waar? Ja. Dus ik vind het doet al lang, hè. Het doet al lang. Hoe lang presenteer je nu al Sepsport? Inmiddels doe ik het al 18 jaar. Ja. 18 jaar? 18 jaar, ja. Doe je zelf iets om een beetje fit te blijven? Nee. Als je dit 18 jaar doet, dan je moet wel iets doen, toch? Nee. Nee? Nee, nee. Ik sport wel. Nou, jawel, ik sport. Ik doe een beetje kickboksen. Oh ja? Ja. En wat zijn die moves dan die je doet bij kickboksen? Hè? Wat zijn die moves? Nou, zo okay. En dit. Okay, en dit okay, een beetje. Ah, ik een beetje. En een beetje trappen zo. Oh, maar hoe zit die? Zo low kick. Ah! Partij door mijn scheur. Oké okay, dan. Goed, man. Ja. En ik heb vandaag twee toppers uit het Kinderen voor Kinderen koor die allebei een vraag aan jou hebben. Hebben ze een vraag? Zat je vroeger op veel sporten? Nee, eigenlijk niet. Ja. Ik heb wel gevoetbald. Linksback was een goede linksback. Ja? Ja. Had jij ook nog een vraag? Oh, daar heb ik nog één vraag. Kijk. We hebben nog een vraag voor Ron. Welke sporter vond je het leukste die je ooit ontmoet hebt? Leukste sporter? Ja. Die veel ontmoet, hè? Ja, die ik ontmoet heb. Nou, ik heb ook Johan Cruijff ontmoet. Dat vond ik een hele grote eer. Maar wie ik echt heel leuk vond, dat was toch wel Arjan Robben. Ja? We gingen daarmee tekenen en we hebben er zoveel spelletjes mee gedaan. Ik deed altijd leuk mee. Dus ik vond Arjen Robben heel erg leuk. We gaan beginnen met de eerste challenge. Okay. Dus Paris, kom erbij! Ja, applaus ja, voor Paris! Zij kan heel goed zingen. Dat is, Paris kan zeker zingen. De challenge die we gaan doen is de 1 adem challenge. Oh. Je gaat 1 hap lucht nemen en dan moet je zo ver mogelijk de zin meezingen. Ah ja. En degene die het verst komt, die wint. Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Jump, cijfer, sofie, do. En... Doe maar zien in de wit top 10. Je kan het sowieso, ja, we doen de trappie, do. Ik ga lekker, dan gaat het rapie, do. Zien in de wit top 10. Kijk of je niet echt we doen de samiri, go. Kom, jok, jok, waar ik is hier. Ga steeds meer verder naar beneden, zie je dat? Hij stort in. Naar de koele stap. En ik moet geen ambulance te bellen, toch? In de wit top 10. Hij stopt de met muziek! Met z'n allen! Ron! Ron! Hé, hey, we hadden hem tot met z'n allen. Mag ook opgeven. Paris. Opgeven doen we niet. Hé, hey, applaus voor deze! Ja, opgeven doen we niet. Opgeven? Oké okay, dan. Hé, hey, Ron, hij stortte helemaal in. Ik dacht, straks moet ik ambulance bellen. Ja. Het gaat goed. Ja. Ja, het gaat helemaal goed hier. Oké, okay, Paris, ben jij er ook klaar voor? Ja. Schud even los. Is die stem er klaar voor? Ja. Oké okay dan. En dan gaan we beginnen. Mag ik muziek? Zing maar mee als je hem kent hoor. En thuis ook lekker. Laat je ons maar zien in de fit top 10. Je kan het sowieso. Ja, we doen het rapido. Hoor even hoe mooi dat klinkt. Laat je ons maar zien in de fit top 10. Snel of zo, we doen het samen. Here we go. Jok, jok, jok. Hartjes bieden lekker op. Ja, ja, ja. Had ik ook lekker gewonnen. Applausje voor Ron. Maar Paris,
Goed gespeeld, Snijder. Ja, ja, en het klonk hartstikke goed. Dank. Ik heb ook grotere longen. Hè. Daar heb je helemaal gelijk in, Jaak. Ben je klaar voor de tweede challenge? Nee. Zijn jullie klaar voor de tweede challenge? Ja! Nou, Ron, we gaan toch door. We gaan toch door. Toch doen, hè? Kijk, als je zo naar de zijkant kijkt, dan zie je dat we een hele mooie dansvloer hebben opgebouwd. We gaan namelijk Hit Charge spelen. Applausje voor deze challenge. Ja. En ik heb weer iemand uit het Kinderen voor Kinderen koor nodig. Tuurlijk. Dus Nova, kom naast me staan, Nova. Zij komt uit Kinderen voor Kinderen, dat is helemaal vals. Ja, zeker. Nova, laat me even een dansmove zien. Hey, oké, dan. Zie je, Ron? Ja, maar dan ga ik toch eigenlijk... Nou ja, oké. We zijn aan. Nova is ready. Ron is ook ready. Zometeen gaan jullie allebei op een dansvloer staan. Ja. En het is de bedoeling dat jullie zo hard mogelijk dansen. Jullie moeten even al jullie energie in het dansje stoppen. Oh. Want... Kijk, boven staan de lampjes. En hoe harder je danst, hoe meer lampjes er gaan branden. Zometeen gaan ze allemaal uit. En degene die als allereerste 5 lampjes haalt, die wint. Ron en Nova staan klaar. Ja. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja! Hype de dansers. Mag ik even een... Hey. En dan kunnen we beginnen. Stop de muziek. Lieve mensen, laat je horen nog een keer voor Ron Bossa. Heb ik gewonnen? Nou, begroet elkaar even. Nova, goed gespeeld, Strijder. Ja, ik ben vader. Ja, Ron. Dat zal het zijn, ik ben vader. Je flikt het gewoon nog een keer. Begrijp je? Je komt binnen hier. Je wint alle challenges. Het is een gave. Het is een gave. Ron. Ik denk dat Ron warm is. Helemaal. Ik denk dat Ron's stem ook gesmeerd is. Absoluut. Ik denk dat die karaoke booth ready is voor jou. Ja, ik denk ook zo. Ja, toch? Oké, dan. Ja, hoor. Beste mensen thuis, het is tijd om karaoke te zingen. Eindelijk. Haal je hele familie in de huiskamer. We gaan zingen alsof er vandaag geen buren zijn. Ik wil een daverend applaus voor Ron Boshart, Kinderen voor Kinderen en jezelf met de Fit Top. Kijk eens de microfoon. Wacht even. Huppakee. Nou, we gaan beginnen hoor. Fit naar de top. Van 1 naar 10, laat het zien. Laat je moves maar zien in de Fit Top 10. Je kan het sowieso, ja we doen het rapido. Laat je moves maar zien in de Fit Top 10. We doen het met z'n allen in de Fit Top 10. 1, doe maar mee, we gaan van links naar rechts. 2, ja we zingen er los. 3, regels 1, geef ons energie. Hier kent iedereen de hupsakee. Laat je moves maar zien in de Fit Top 10. Je kan het sowieso, ja we doen het rapido. Laat je moves maar zien in de Fit Top 10. Snel of zo, we doen het samen, here we go. Jok, warm je spieren lekker op. In de richting van de klok, nu een coole stop en op. Laat je moves maar zien in de Fit Top 10. Nog één keer met z'n allen, want we doen het met z'n allen in de Fit Top 10! Dat is eigenlijk best wel leuk. Oh, lekker nummer. Doei allemaal, later!